allemaal een goede avond. We gaan de gemeenteraad starten met ietsje vertraging omdat er een technisch mankement was. Er zijn verontschuldigingen van onder andere Diep Minnaert, Jan de Maarschalk, Marnik de Klerk en Lode Bruneel. Zijn er nog andere verontschuldigingen? Geen verontschuldigingen meer? Nee. Ja. Oké, dank u. Het eerste punt van de gemeenteraad is het goedkeuren van het vorige verslag. Zijn daar opmerkingen op? Dan kunnen we dat aanvaarden. Het tweede punt zijn de mededelingen. Zijn de mededelingen, zijn er daar nog vragen over die mededelingen? Geen vragen, dan kunnen... Vorige maand kwam ook de Trapstraat 43 aan bod en toen had ik gevraagd of ik ook de raming voor de werken aan de Trapstraat, waar dat ze een crash van willen maken, zou kunnen krijgen. Zou dat tegen volgende maand kunnen aangeleverd worden? Ja. We zijn dat niet vergeten, Ben, maar we hebben die zelf pas heel recent gekregen. Dus vandaar dat het inderdaad op de volgende raad zal komen. Oké, geen verdere vragen meer. Dan gaan we over naar punt 3. Ontslag en aanstelling van de schepen. De toekomstige schepen uit om haar een eed af te leggen bij de burgemeester. Moet je nog tekenen. Ja. Ja, ik vermoed dan daar geen vragen meer over zijn. Geen vragen meer daarover. Ja, dan kunnen we overgaan tot punt 4. Punt 4, dat gaat eigenlijk over de intercommunales die algemene vergaderingen houden. Van punt 4 tot en met punt 7. Ik zou voorstellen dat wij dat samen behandelen, want het gaat toch allemaal over hetzelfde. Over de goedkeuring van de agenda en de beslissingen. Zijn daar vragen over? Ik wil alleen bij punt 7 eraan toevoegen dat het niet Anders Met is die naar de algemene vergadering gaat, maar dat het wel Leen Hoosjes is. We gaan stemmen over het punt 4, C4. Opsteking. Ja. Voor. Dus we zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Dus de meerderheid is voor. Dan onthoudingen. 9 onthoudingen. Oké, dankjewel. Dan komen we aan punt 8. Sanitari vervangen van defecte verwarmingsketels.
Excuseer, voorzitter, ja. Is dat voor 4 tot en met 7? Ja, of anders doen we het afzonderlijk. Is dat niet aangewezen? Wij we zullen het afzonderlijk doen. Kijk, we zullen stemmen over punt 5. Dat is stemming punt 5, ja. Voor, ja. Dus dezelfde stemming als daar juist. En onthouding, ook dezelfde stemming. Ja, oké, dank u. Punt 6, Interhem. Zelfde stemming. Ja, onthouding. Oké, dank u. Het punt 7, TMVS. Jawel. Toch wel. In principe moet je dat wel doen, ja. Oké, onthouding. Onthouding daar, ja. Dus, ja. Hier en hier onthouding. Ja. Dank u. Punt 8, sanitarie vervangen van defecte verwarmingsketels, goedkeuring, eindafrekening, Schepen Evert. Dank u wel, voorzitter Paul. Ja, dat is een probleem dat ik denk ik op de vorige gemeenteraad al uitgelegd heb. Het komt erop neer dat er dan een eindafrekening is voor dat hele probleem. En die komt inclusief BTW op ongeveer 72.838 euro. En er wordt gevraagd om daar de goedkeuring aan mee te geven aan het besluit dat het college daar al bij hoogdringend heeft bij genomen. Ja, zijn daar vragen over? Heidi, Sven? Gewoon een kleine opmerking. Er staat een foutje in de brief. Daar staat er een getalletje te veel. Dus dan zou het 728.000 euro geweest zijn in plaats van 72.000 euro. Klein detail. Ja, klopt inderdaad. Sven? We gaan het alleszins ook goedkeuren. Toch nog een opmerking. Dat de herstelling eigenlijk wel zeer duur is. We hebben daar de vorige keer ook over gepraat. In verhouding tot de ouderdom van de installatie. Ja. Dat willen we toch wel meegeven. Dat dat allee, wel heel spijtig is. Hè. Oké. Geen vragen meer. Dan gaan we erover stemmen. Over punt 8. Dus het zal weer met handopsteking zijn. Wie stemt ervoor? Wie onthoudt zich? 3. Onthouding? Ja, 2 onthoudingen. Oké, dankjewel. Punt 9, tankkaarten voor het wagenpark van de stad, OCW en TGB, Schepen Leen. Ja, dus de stad heeft een redelijk grote wagenvloot en we sluiten daarvoor altijd om ons brandstof aan te kopen een raamcontract af. In het verleden hebben we zelf altijd de procedure georganiseerd, maar we zijn intussen ingestapt bij de aankoopcentrale van TMVS Creat en zij hebben eigenlijk volledig die procedure gevolgd, dus we kunnen eigenlijk gebruik maken van de expertise die zij ter zake hebben en gewoon instappen met contract met Total. Oké, dank u. Zijn daar vragen over? Sven, Eddy? Als we het goed hebben, het nieuwe contract loopt dus tot eind februari 2024. Hè? En het is dus eigenlijk wel vrij kort en het ontwerpbesluit spreekt van voordelen. En we zouden wel graag willen weten wat eigenlijk die voordelen precies zijn. Ja. Dank u. Eddy? Ja, op de vorige gemeenteraad hebben wij met z'n allen een brief ondertekend om ons afschuw te onderstrepen ten aanzien van de oorlog in Rusland. De oorlog in Oekraïne. Wij vinden het een beetje bizar dat we nu gewoon zonder enig alternatief te onderzoeken hier instappen op een aanbod waar dat Total toch wel nog altijd olie en gas vanuit Rusland intrekt. We vinden dat eigenlijk een beetje in tegenstrijd met hetgeen dat we de vorige gemeenteraad hebben ondertekend. Dus daarom zullen wij op dit punt tegenstemmen. Ja, Schepen. Ja, het grote voordeel, Sven, is dat we zelf die procedure niet moeten voeren, dus dat we zelf dat bestek niet moeten, dus dat levert toch wel wat tijdswinst op. En aangezien dat contract op die manier, aangezien dat er veel openbare besturen kunnen instappen,
de prijs ligt eigenlijk vast, dus de korting zal vermoedelijk ook iets groter zijn dan wanneer wij dat individueel zouden gaan onderhandelen. Het voordeel hier ook is, en waarom dat het uiteindelijk ook gewerkt is met dat systeem, is omdat Total toch ook vestigingsplaatsen heeft in Zottegem, omdat dat ook een belangrijke factor geweest was. Ja, Heidi, ik neem kennis van uw standpunt, maar ons auto's, en niet alleen die van de stad, maar van iedereen die met een wagen rondrijdt, die moet toch nog altijd van benzine of diesel voorzien worden. Dus ik zie niet echt in hoe dat wij een alternatief zouden kunnen onderzoeken of aanbieden. Ik denk niet dat het aangewezen is om van de ene minuut om de andere onze totale wagenvloot te veranderen of van de hand te doen. Dus als je alternatieven hebt, mij zijn ze niet bekend. Ja, Sven. Ben, ja. Sven is... is bij de koe van Groen. Waarom dat we Total Energies zo'n probleem vinden, dat is niet een probleem dat Groen alleen vindt. Hè. De vredesbeweging heeft daar deze week ook, vorige week ook actie tegen gevoerd. Total Energies is een van de weinige grote spelers die Russisch gas en olie blijft leveren en die ook zegt dat ze een grote werkzaamheden daar niet gaan terugdringen. En dat is ook deel van de raamcontract. Hè. Dus dat het goedkoper gaat zijn, dat ben ik helemaal zeker. Hè. Dat we onze auto's sowieso nog op mazout gaan moeten laten rijden, dat staat zonder twijfel. Hè. Maar het feit dat we aankopen bij net zo'n gecontesteerde firma, vind ik wel een beetje vreemd. En dus je hebt wel een alternatief, maar je kunt bij een aankoopcentrale ook zeggen dat je met iets anders wilt werken, of bij een andere aankoopcentrale voor een groepsaankoop gaan. Hè. We moeten stellen. Oké, wat denk je er nog? Nee. Kennis genomen van stand. Oké, ja, dankjewel. Zijn er nog vragen over? Dan, als er geen vragen zijn, dan kunnen we daarover stemmen, over het punt 9, over die tankkaarten. Wie stemt voor met handopsteking? Wie stemt? Wie onthoudt zich? Wie stemt tegen? Oké, dankjewel. Dan komen we bij het punt 10 van de gemeenteraad. Dat punt 10 dat gaat ook nog een keer terugkomen als punt 2 bij de OCW, bij het maatschappelijk welzijn. Dus dat gaat hem over de nieuwe tweede pensioenpijler. Burgemeester, van u het woord. Dank u. Het bestuur wil de pensioenkloof tussen de statutaire en contractuele personeelsleden verkleinen. En daarom kiezen wij voor een tweede pensioenspijler. Tot op heden waren wij aangesloten bij ETIAS en Belfius Insurance. Nu hebben zij die samenwerking opgezegd. VVSG heeft een onderzoek gedaan en daar is in feite OFP Pro Locus als speler uitgekomen. En wij zouden willen vragen om de samenwerking met hen aan te gaan voor de opstart van die tweede pensioenpijler. Zijn daar vragen over? Geen vragen, dan gaan we erover stemmen, over het punt 10, met handopsteking. Ja, wie is voor? Oké, dankjewel, iedereen is voor, ja, dank u. Dan komen we bij punt 11. Was dat kennis nou? Dat kennis nou, ja, dat is kennis nou. Punt 11 is kennisname eigenlijk over de technische aanbevelingen, toezicht, het meerjarenplan 2021 staat erin, maar dat moet 2020 zijn, 2020-2025. Dat punt komt ook nog een keer terug bij de OCMW-raad. Zijn daar vragen over? Ja. Ja, zou daar een beetje meer in? Merci, voorzitter. Zouden we daar een beetje meer informatie kunnen over krijgen? Ik lees hier een paar zaken die zijn fout gelopen. Hoe dat komt of interesseert mij wel. Ja, Louis, een paar zaken die zijn fout gelopen. Het gaat over twee opmerkingen, technische opmerkingen. En die zijn voornamelijk te weten, dat zijn mensen die documenten opstellen. Hè. Dus er gebeurt al een keer een koppeling aan een verkeerd artikelnummer. En de responsabiliseringsrecht is ook een verkeerde gewoon input. Dat is gewoon. En ik denk op een document van 400-500 pagina's, drie technische opmerkingen. Ik denk dat dat goed gewerkt is, ja, van dienstfinanciën. Absoluut, ja. Eddie,
Ja, dat is inderdaad zo. Dat kan altijd gebeuren. Maar het werd ook, er was ook een opmerking dat het te laat werd ingestuurd. Dat is natuurlijk, ja. Allee. Respect voor timing, denk ik, dat je op zulke zaken, dat dan misschien toch wel kan gemonitord worden. Moest 30 december binnen zijn en het is opgestuurd begin januari. Ik denk dat de verlofperiode daarvoor iets tussen zit. Maar ik zeg, dat zijn drie in mijn ogen, als je kijkt naar de belangrijkheid van dat document en de grootte van dat document, drie kleine details. Oké, Kurt. Wel, het zijn misschien details in uw ogen, maar ze kunnen wel verstrekkende gevolgen. En dat is één, als het gaat over de responsabiliseringsbijdrage, dat is toch niet onbelangrijk. Plus, als je weet dat de Vlaamse regering voor de helft tussenkomt, als dat op een verkeerd jaar geboekt wordt, kan dat zijn dat je jaar niks hebt dan. Als ik, het is misschien een beetje op flessen getrokken, maar dat kan hem dat voordoen. Dat is één. En twee, als je zegt, ja, het is laattijdig en het gaat over één maand, de vakantieperiode zit ertussen, we komen er straks nog op de Notie en Weerraad. Daar gaat de levering van minimaal gas gaan niet over één maand, maar we zijn ondertussen de winter voorbij en we moeten naar de vorige winter goedkeuren. Hè. Allee, ik zou daar toch een beetje... Ik vind dat Heidi daar wel een punt in. Dus ik zou daar toch een beetje voorzichtig willen mee zijn als gezegd over timings. Oh ja, het scheelt niet veel. Maar nee, daar iets aan toe te voegen. Het gaat hier over een tiental werkdagen. Hè. Allee, het is 20 december goedgekeurd, moest 30 december binnen zijn, wat dan midden in de verlofperiode is. En het is uiteindelijk 12 januari ingediend. Ja, dat kan zijn, maar dat is dan een andere discussie, denk ik. Oké, zijn er nog vragen over? Geen vragen meer, dan, want dat was een kennisname. Dan kunnen we overgaan naar punt 12, dat is ook een kennisname. AGB Brecht, nu het woord. Ja. Zoals beloofd hebben we dat dossier, zouden we dat dossier ook naar de gemeenteraad brengen. Ter kennisname gezien het feit dat het toch gaat om een van de grotere investeringsprojecten van deze legislatuur. Het is niet de bedoeling van de presentatie zoals dat ze op de gemeenteraadscommissie gegeven is, zoals dat ze op de raad van bestuur van het autonome gemeentebedrijf gegeven is, van deze nu op, nog eens opnieuw te gaan doen. Dat zou ons te ver leiden. Maar ik sta uiteraard open voor elk soort vraag aangaande dit dossier. Als er collega's raadsleden zijn die dit dossier nog op politiek niveau wensen te bespreken in deze setting. Oké, zijn er vragen over? Geen vragen meer? Oké, dank u wel. En allen welkom trouwens ook op de infoavond op vrijdag 6 mei in de Bevergemse Vijvers, waar ook een heel aantal 3D-beelden, uitgewerkte renders, zullen getoond worden, waar alle stakeholders zullen aanwezig zijn, inclusief het architectenbureau. En waar, net zoals de brede Zottegemse bevolking, u allen ook welkom bent om verder kennis te nemen van de plannen in concreto. Ja, dank u wel. Punt 12, oh nee, punt 13. Gemeentewegen, gedeeltelijk opheffen van gemeenteweg nummer 2. Schepen van den Steen, aan u het woord. Ja, dankjewel voorzitter. Het gaat hier over de gedeeltelijke opheffing van de Jonasweg op de deelgemeente Elene. Dit werd al eens voorgelegd in een eerdere gemeenteraad en ik vraag of jullie kunnen instemmen met de definitieve beslissing daaromtrent. Zijn daar vragen over? Geen vragen meer? Dan gaan we daarover stemmen. Of is iedereen daarmee akkoord? Oké, iedereen akkoord? Ja, dankjewel. Punt 14, het journaal parkeren in het centrum, dat is nog Peter die dat gaat naar voren brengen. Dus er zijn drie punten die samenhangen. Het gaat over een aanvullend politiereglement voor het parkeren in het centrum en in Bevergem. En dan ook de bijhorende aangepaste retributiereglementen. En ik heb... Miel, kun je dat klein fotootje tonen? Ja. Dan gaat dat misschien gemakkelijker zijn. Ja. Dus een beetje overgaan. Dus de plannen is dus om in het centrum, waar er momenteel nog... blauwe zone is, om die
om daar betalend parkeer van te maken. De bedoeling is om daar wat eenvormigheid in te brengen. Maar nu is het toch een, ze zeggen niet een onduidelijke, maar het is toch heel partieel. Een stuk blauwe zone, een stuk betalende zone. Dus alles wat binnen in de ruimte ligt, ten westen van de spoorweg, zal dus betalend worden. Betalend worden waar het nu gedeeltelijk betalend is, gedeeltelijk blauwe zone. De parking van de Nijverheidsstraat blijft betalend parkeren, maar we gaan overal op die plaatsen bewonerskaarten toelaten. En de bedoeling is ook, en dat is dan, staat dan verder in het retributiereglement, om een tweede bewonerskaart mogelijk te maken. De eerste bewonerskaart kost 34 euro en half. En de bedoeling is om een tweede bewonerskaart die mogelijkheid te scheppen om daar 70 euro voor te vragen. Dus de bedoeling hier is om dat afhankelijk, natuurlijk als dat goedgekeurd wordt, moet dat nog gecommuniceerd worden, verder uitgewerkt worden, is het bedoeling om dat zo snel als mogelijk in te voeren. Het tweede gedeelte, zakt een beetje meer als je wilt, betreft dus betreft dus Bevegem. Daar was dat een beetje anticiperend op het stadionproject. Op het stadionproject op termijn ook, maar ook vooral de plannen die er zijn bij de NMBS, maar die nog niet echt concreet zijn, om de steentjesparking betalend te maken, hebben we daar voorzien om volledig ook, omwille van de duidelijkheid, volledig Bevegem blauwe zone te maken. Parallel daarmee ook een deel van de parking van het OCMW, om die vrij te maken, dat daar vrij kan geparkeerd worden. En ook daar de bedoeling om tweede bewonerskaart mogelijk te maken. Overigens, zo te gaan waar het zij blauwe zone is of betaald parkeren, met uitzondering een aantal centrumstraten, waar natuurlijk bewoners niet mogen parkeren, onder meer in de stationstraat. Daar is het voorstel om dat al goed te keuren, maar de invoering ervan afhankelijk te maken van de stappen die de NMBS zet. We willen de bewoners van Bevegem niet onnodig vervelen met blauwe zone en met bewonerskaarten, maar ik zie nu op de dagen dat er veel minder thuisgewerkt wordt, dat de steentjesparking en Acacialaan, Welzijnstraat, weer overvol komen. Dus ik denk dat we op dat ogenblik een grote parkeerdruk gaan ondervinden. Het verkeer gaat opschuiven, de parkeerplaatsen gaan opschuiven richting stadion. En vandaar dat we dus de mogelijkheid gaan voorzien, blauwe zone gaan voorzien met compenserende bewonerskaart. Voilà. Zijn er daar vragen over? Over punt 14? Ja, staan. Dank u, voorzitter. Punt 14, 15 en 16, hè, dat hoort bij elkaar, hè, zoals u daarnet hebt verteld. Het impliceert eigenlijk wel een gevoelige uitbreiding van het betalend parkeren ten koste van de blauwe zone. En van de blauwe zone ten koste van het langdurig parkeren. Jammer genoeg is er eigenlijk geen studie toegevoegd wat dat eigenlijk zal zijn voor de impact van de pendelaars, die normaal gezien in Bevegem ook vaak geparkeerd zijn. En we vroegen ons eigenlijk ook af vanuit de fractie, omdat dit eigenlijk de huidige betalende parking, beter te laten renderen is. Dank u. Ja, Eddy en Jana. Ja. Eerst Jana, ja. Hij wordt eerst. Ja. Oké, bedankt voor het woord. Ja, het was eigenlijk meer de vraag of dat een inschatting gemaakt was van hoeveel parkeerplaatsen er eigenlijk door die betalende parking dan zouden verdwijnen en hoeveel men ingeschat heeft dat er bijkomend nodig zouden zijn en hoeveel men denkt door nu het OCMW deels open te stellen, hoeveel parkeerplaatsen men schat zo bijgecreëerd te hebben.
Dus dat is eigenlijk een vraag. En een tweede vraag gaat eigenlijk over de tweede bewonerskaart, in hoeverre dat daar zeg maar onderzoek naar gedaan is of gekeken is naar andere steden, wat de impact daar juist van is. En of dat ook gradueel zou gebeuren. Dus bijvoorbeeld, ik hoor dat dit plan maar in voege zou gaan, afhankelijk van de stappen die de NMBS zet. Maar zou dat allemaal samen verlopen? Of gaan we eerst kijken hoe de situatie is met een blauwe zone en met nog één bewonerskaart, en pas nadien met een tweede bewonerskaart? Want ik wil niet de bewonerskaart aan zich een vraag stellen, maar ik kan mij in zo'n geplaatste inbeelden dat als er nu geen plaats zou zijn al voor één bewonerskaart, een tweede bewonerskaart aanbieden niet per se een oplossing gaat zijn. Ja. En dus dat is eigenlijk de insteek van de vraag. Dank ja, u wel. Eddie. Ja, dat is niet de eerste keer dat er hier op de gemeenteraad die retributiereglementen komen. Ik denk dit jaar, samen met vorig jaar, dat dat toch al een aantal keren, misschien zelfs denk in een vierde van de gevallen, die retributiereglementen op de gemeenteraad komen. Ik vind dat is een vaststelling. Hè. Misschien als er een parkeerbeleidsvisie komt op langere termijn, dat we dat kunnen vermijden, dat die reglementen steeds maar op elke gemeenteraad komen. Wat ik ook las in het dossier, is die shop-and-go parkeerplaatsen. Wij hebben dat zelf ooit aangebracht. Wij staan daar dus 100% achter. Wij vinden dat zeer goed. Ik denk dat dat ook voor Zottegem een zeer goede zaak is dat die er zijn. We hebben een pleidooi gehouden eigenlijk om die te centraliseren, om te vermijden dat mensen gaan beginnen rondrijden. En ik lees in het dossier dat er nu al twee plaatsen verplaatst worden omwille van het feit dat in de Hoogstraat een bepaalde handelaar dus zegt van ja, die shop-and-go-plaats die belemmert mijn vitrine. En dat die plaatsen zullen, als ik het goed gelezen heb, op de Zavel terechtkomen. Nu, ik weet niet wat is de motivatie voor de Zavel, want dat lijkt mij dan toch weer... Dat is een gezellig klein pleintje, vind ik zelf. Als je moet gaan rond, je gaat dan weer natuurlijk verkeer richting de Zavel sturen, vermoed ik. En dan nog een andere vraag is van de parking, de mooie parking aan het OCMW, die zou deels gratis worden. En dan was mijn vraag, welk deel en hoeveel parkeerplaatsen zijn dat dan? Dank u wel. Ja. Oké, dank u. Ja, Peter. Ja, Kurt, ja. Ik had ook nog een aantal bijkomende vragen in aansluiting op de vorige vraagstellers. In de eerste plaats, ja, waarop zijn die wijzigingen hier gebaseerd? Is dat een studie die gebeurd is, maar dat heb ik niet teruggevonden in het dossier. Dus een studie die eerst gebeurd is en zijn daar dan die voorstellen op gebaseerd als zijnde, dat is de beste uitkomst. We hebben dat voorgelegd ook aan een aantal adviesraden, onder andere aan de verkeersraad, onder andere aan de middenstandsraad, omdat dat toch direct betrokken partijen zijn in deze. Dus dit is een vraag. 1. Waarop is het gebaseerd? 2. Werd dit voorgelegd aan de verkeersraad? Werd dit voorgelegd aan de middenstandsraad? Hoe is dat gebeurd? Dan wordt er, zoals dat gezegd, Peter, ja, we anticiperen op het stadionproject. Wanneer is dat dan uiteindelijk voorzien? Plus, je zegt ook, ja, we anticiperen ook op de toekomstige omschakeling. Gratis NMBS stationsparking naar betalend. Ik herinner mij dat er hier vorig jaar gezegd is dat dat in oktober, denk ik, dat plots de maand nadien in november zou betalend worden. Dat is nog altijd niet het geval. Enfin, gezegd, ja, we anticiperen daarop, maar we anticiperen precies toch een beetje op veel. Dan voor wat betreft de tweede bewonerskaart, is daar een onderzoek rond gebeurd om dat al dan niet in te voeren. Of is dat op basis van een paar mensen die dat gevraagd hebben? Plus, is het nog altijd zo dat mensen die over een garage beschikken, geen bewonerskaart kunnen krijgen? En zo ja, hoe gebeurt die controle daarop? En ik denk ook dat zowel Jana als jij die gezegd hebben, dus ja, het is een uitbreiding, en Sven ook, een uitbreiding van het betalend parkeren. Ja, hoe wordt daarmee omgegaan? Het zal ook een impact hebben op de pendelaars als je van die ingrepen doet naar Bevenhem toe, uitbreiden van blauwe zone. Zijn daar de bewoners bij betrokken? En wat met de pendelaars, aangezien dat er ja, op die manier minder plaatsen zullen komen voor langdurig parkeren aan de kanten zo van Bevenhem? Ja. Ja, Peter, kan je daarop antwoorden? Oké.
wat specifiek het aantal parkeerplaatsen betreft, dat was een vraag van over hoeveel parkeerplaatsen komen er nu vrij en dingen, kan ik u jammer genoeg niet onmiddellijk het antwoord geven. Ik ga dat zeker noteren dat dat bekeken wordt. Uiteraard betekent het uitbreiden van het betaalvak parkeren, betekent natuurlijk dat er wat inkomsten zullen zijn voor de stad, maar dat is zeker niet de bedoeling. De bedoeling is vooral om het parkeerbeleid dat nu nogal chaotisch is voor mensen die komen, om dat eigenlijk op een duidelijke manier, waar wordt er betaald parkeren, waar is blauwe zone. Nu, zoals je op plannen gezien hebt, loopt dat zeer sterk door elkaar en willen we daar wat uniformiteit in krijgen. De verschillende aanpassingen van het retributiereglement, Heidi, dat is inderdaad zo, maar dat is vaak door ad hoc, door die wagens daar van de deelwagens, herinner ik mij. Dus dat is zeker altijd ad hoc geweest. Dit is hier een iets grondigere aanpassing van het politiereglement en het retributiereglement. De shop-and-go-plaatsen, die zijn effectief. Dat was een vraag van Groen om ze wat te centraliseren. Er is de opportuniteit genomen om er daar toch al 4 plaatsen samen te krijgen. Het is inderdaad zo dat er opmerkingen waren van een bepaalde handelaar, omdat er zijn schone vitrine bezet was en we zijn daarop ingegaan. En een logische en mogelijke oplossing was om ze daar te centraliseren op de zaal. Ja. Ik moet eerlijk bekennen dat daar geen grote studies aan vooraf gegaan zijn aan dit aangepaste parkeerplan. Dat zijn het resultaat van een aantal vragen van bewoners, ook van de problematiek rond die op een bepaald ogenblik acuter was dan nu, van de problematiek op Bevegem. Maar goed, daar is geen grondige voorafgaande studie aan. De adviesraden zijn daar ook niet over geconsulteerd. De vraag is natuurlijk, dat is een bepaalde beleidsvisie dat je als stad wil organiseren. Je kunt daarover discussiëren, maar ik vrees, als je dat door de molen laat gaan van alle adviesraden, dat daar niet veel gaat van overblijven. Dus dat is mijn persoonlijke mening erover, dat kunt gaan voor of tegen zijn. Wat de tweede bewonerskaart betreft, dat is een terugkerende vraag om dat in te voeren. In het verleden heb ik begrepen dat er nogal vragen rond geweest zijn. Wij hebben geopteerd om die gewoon te verdubbelen in vergelijking met de eerste kaart. En op dat gebied zijn we zeer, 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 zeer conservatief. In bepaalde vergelijkbare steden gaat dat tot het drievoud, het viervoud. Ik heb prijzen gezien van €250 voor een tweede bewonerskaart. Dus daar is het gebaseerd effectief op een vraag van burgers. Ik weet dat dat overal niet mogelijk is om die mensen te parkeren. Maar zeker in het vooruitzicht van het parkeren in de nieuwe zones die betalend worden en in Bevegem, waar er toch wel wat ruimte is, waar er ook wel mensen wonen met 2 wagens, hebben we die mogelijkheid voorzien. Dan het tweede punt, Kurt, daar mag eerlijk het antwoord op schuldig blijven. Jij zegt dat er normaal een controle moet gebeuren, dat mensen die een garage hebben geen bewonerskaart kunnen krijgen. Allee, dat is, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet wist zelfs. Dus, en of er daar controles op gebeuren. Evert, weet jij dat of zo? Zeg mij niks. Initieel was dat zo dat mensen bij een garage geen bewonerskaart konden krijgen. Maar ik vraag me af of dat toegepast wordt. Tenzij dat ondertussen gewijzigd is. Dus ik stel het ook als een open vraag, maar ik weet dat initieel was zo. Maar ik weet niet of dat ondertussen gewijzigd is. En indien het niet gewijzigd is, vroeg ik mij af, gebeurt daar in feite controle op? Het was een vraag. Hè. Kurt, ik denk het feit dat we het niet weten, ik vermoed dat niet gecontroleerd wordt, denk ik. Ja, we zullen de vraag stellen. We kunnen dat onderzoeken, we zullen daar een keer vragen. Goed, we gaan bekijken of die regel bestaat. En, we zullen kijken of dat bestaat. Ja. Goed, zijn er nog vragen over? Ja, Jana. Ja, het is
is niet echt een vraag, maar eerder een opmerking over een antwoord dat Peter gaf betreffende adviesraden, want dat vind ik wel een speciale redenering. Zeggen van ja, allee, er bijna zeker van zijn als dit wordt voorgelegd aan een adviesraad, dat er niet veel van gaat overblijven. Ja, het is natuurlijk een adviesraad, hè? Dus het is niet bindend en het kan ervoor zorgen dat je draagvlak kan creëren. Nu maken we uiteindelijk, worden er beslissingen genomen. En ja, hoe beter dat die op voorhand een draagvlak krijgen en afgetoetst krijgen, hoe minder kritiek dat er nadien komt. En plus dat die mensen hun eigen expertise hebben en net een toegevoegde waarde kunnen betekenen aan het dossier en uw inzichten kunnen verschaffen die nu de diensten en nu misschien nog niet duidelijk zijn. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. En op zich zie ik dat ook niet, dat dat nu super dringend per se nu gestemd zou moeten zijn. En zou dat voor mij wel nog bij die adviesraden kunnen passeren. Oké, nog Eddy. Ja, op de vraag met betrekking tot het deels gratis worden van de OCMW-parking, is er daar al zicht op van? Is dat dan het eerste deel en hoeveel parkings zijn daar? Het zal het eerste gedeelte zijn, het dichtstbij gelegen bij het station. Maar over hoeveel plaatsen het precies gaat, die vraag moet ik laten stellen. Ja. Ja. Oh, ja, bracht. Ja, misschien nog een kleine bedenking, Kurt, maar niet voor elke beslissing die je neemt, en dat zal bij u in de vorige legislatuur niet anders geweest zijn, heb je mijns inziens een dure studie nodig. Hè? Soms kun je gewoon wel een keer degelijk beslissingen maken op basis van gezond verstand. En dat is hier, en dat is ook onze taak, en dat is hier in dat plan met die parkeerproblematiek. Je hebt geen studiebureau nodig om u te zeggen dat op het moment dat die parking betalend wordt, dat mensen hun weg gaan zoeken in de dichtstbijliggende straten. En als je dan je parkeerzone bijvoorbeeld zou opschuiven, betalend of blauwe zone, tot een helft van de Kastanjelaan, dan gaan mensen nadien een helft van de Kastanjelaan beginnen parkeren. En daarom wordt er voor het voordeel van de duidelijkheid gekozen. En ik denk dat dat in dit dossier, ik zeg niet dat in elk dossier, dat je geen onderbouwde studie nodig hebt, hè, maar het wordt hier toch te pas en te onpas geschreeuwd en gesmeekt om studies, terwijl we verdorie toch met gezond verstand ook een aantal belangrijke beleidsbeslissingen kunnen nemen. Ik denk dat studies inderdaad nodig zijn voor een aantal technische dossiers, maar hier zijn het aantal beleidsbeslissingen die je noemt of problemen die je op je af ziet komen en dat je daar geen grote studies, alleen een grote hoeveelheid gezond verstand moet voor hebben. Oké, ja. Kurt en dan Peter nog. Wel, ik ging niet meer tussenkomen. Ik vond de uitleg en de antwoord die we gekregen hebben op ons vragen van de verschillende fracties, vond ik flow. Maar ik ging niet meer tussen gekomen hebben. Maar kom, Brecht, allez, heb je mijn kot gelokt? Eén, ik weet niet, misschien zit jij in een andere gemeenteraad. Maar ik heb niet gepleit voor een studiebureau. Ik heb niet gepleit, wat ik wel gevraagd heb, waar is dat op gebaseerd? Is er daar een onderzoek gebeurd? Is daar een studie gebeurd? Je kunt dat ook zelf doen, hè? Een studie gebeurd. Maar het is blijkbaar een beetje op drijfzand gebaseerd. Of een natte vingerwerk, heb ik een indruk. Dus niemand heeft hier gepleit voor een studiebureau. Maar er is niet echt ook een onderzoek gebeurd of een studie gebeurd. Jana heeft er rustig naar verwezen. Wat ik flagrant vind, dat is dat je gewoon onze stedelijke adviesraden in de wind slaat. Ah ja, want anders schiet er niet veel meer over van ons werk en van onze boel. Dus we gaan dat in de wind slaan. We gaan ze niet contacteren. Ik weet niet wat dat er nu in de beleidsverklaring staat, maar in de vorige beleidsverklaringen, hè, van in 2000 tot en met die van 2012, stond er wel altijd in dat wij maximaal de adviesraden gingen betrekken. En als we een standpunt innamen dat afwijkt van het advies, want die geven advies en die beslissen niet, voor alle duidelijkheid, het is de gemeenteraad en het is het college van burgemeester Schepenen die beslist, als dat afwijkt, dat dat ging grondig gemotiveerd worden. Hier doe je zelfs de moeite niet. Hier doen we zelf de moeite niet om die adviesraden te consulteren. Maar ik stel wel vast dat er wel een handspak mensen en beroepscategorieën en groepen van mensen geïmpacteerd worden door die beslissingen. Hè? Hey, het is toch overduidelijk, hè? Niet het minst de bewoners van Bevenhem. Dat is één. Twee, de handelaars. De handelaars zijn er ook door geïmpacteerd. Hè? Als je betaald parkeer uitbreidt, als je tweede bewonerskaart uitbreidt, heeft dat een impact op je parkeerplan en parkeersituatie in Zottegem. Hoe dat het ook draait of keert, dat heeft een impact. Dan heb je de pendelaars. Op hen heeft ook een impact. Maar ook daar niks gehoord. Dus er zijn wel een aantal categorieën van mensen, van
beroepen die hierdoor geïmpacteerd worden. Dus, en daar, dat wordt ook in de wind geslaan. Dus ja, en dan stel ik het mee af, je mag je dan, en je moet met gezond verstand, moet met gezond verstand besturen, hè? Absoluut. Maar ik moet zeggen, ik denk dat jij die was die er naar verwezen heeft, dat dit er al de zoveelste keer is dat we iets aanpassen, hè? Dat we dat parkeerreglement, dat politiereglement aanpassen. Ja, van gezond verstand en van een visie getuigt dat niet echt, maar ik hoop dat, allez, ik hoopte dat hij wel op een degelijke visie gebaseerd is, maar ik heb ze niet gehoord, absoluut niet. Oké, dank u. Eerst Peter en dan Ben. Ja, dank u, voorzitter. Ik wil er toch op wijzen dat gezond verstand uiteraard niet alleen in het college van burgemeester en schepen zit. Hè. Ik denk dat er nog mensen zijn die met gezond verstand daarover kunnen nadenken en daarover kunnen praten. Dat is niet gelimiteerd. Dus ik denk dat dit inderdaad, ja, als ik het hoor, ja, dat staat op papier, dus een dossier zat er niets van, is er bevraging geweest, is er overleg geweest. Je kunt zelfs niet zeggen bij benadering over hoeveel parkeerplaatsen dat er geïmpacteerd zijn door het nieuwe reglement. Dus allee, dit is het betere of het slechtere natte vingerwerk. Hè. Ook, allee, we gaan zebied hier iets stemmen, een nieuwe parkeerregeling voor Bevenhem, maar die ga je eigenlijk niet in. Niemand weet wanneer. Die zal een keer ingaan, moesten een MBS op een dag dan toch niet de parking betalend maken. Dus allee, ik vind dit eerlijk gezegd, dat is ook uw advies eraan, hoe dat je daar dan over spreekt. Dat komt er dan op neer. Uw advies eraan, dat zijn ook mensen die niet in de politiek gestapt zijn, maar die gevraagd worden om advies te geven over het beleid van stad, aanbevelingen. Dat is inderdaad. Dat is geen enkel bindende maatregel, je kunt dat naast u neerleggen, je motiveert dat dan wel best waarom dat je dat doet, om dat aan die mensen uit te leggen. Dus allee, dit komt er dan eigenlijk op neer, we gaan het niet vragen, want we krijgen dat er nooit door. We gaan zoveel dat gaat nooit door die adviesraad, dat gaan zoveel negatieve reacties, er gaat zoveel van afgewimpeld worden. Dat komt erop neer eigenlijk dat je door de strop jaagt van de mensen. Hè. Dat je dit nieuw parkeerreglement zegt van, kom maar jongens, wij hebben niet gezond verstand in petto en we gaan dat zo invoeren en we gaan dat zo doordrukken. Hè. En we zien achteraf wel wat er van komt. Allee, ik vind dit heel belangrijk, het parkeerbeleid in de stad, in Zottegem. In Bevenhem bijvoorbeeld, is door de coronacrisis, ik woon daar zelf, in Bevenhem is het waar ik woon, veel verbeterd. Omdat er uiteraard veel thuiswerk is. Ik heb vandaag een keer buiten gekeken, omdat die punten op de agenda stonden. In mijn stuk, waar ik woon, het stuk van de Acacialaan, daar kon gerust nog 10, 12 auto's bij parkeren, dus daar stonden bijna geen auto's. Maandag is natuurlijk niet de populaire dag om naar het werk te gaan, dat weet ik ook. Maar momenteel zijn er in dat stuk van Bevenhem niet echt problemen. Dus allee, ik vind dit heel jammer dat dit op geen enkele manier onderbouwd is, maar dat blijkbaar uit het gezond verstand voorkomt van het college van burgemeester aan Schepen en dat blijkbaar de enige instantie is in Zottegem die daarover met gezond verstand kan beslissen of discussiëren. Oké, ja, Ben. Ja, ik ga de dingen van de socialistische fractie niet herhalen, maar één ding frappeert mij wel heel hard met jullie gestonden verstand. Er is wel degelijk een parkeerstudie, en dat is een parkeerstudie uit 2013 voor de stationsomgeving, in waar ze alle straten zijn afgereden, alle nummerplaten gecontroleerd hebben, gekeken hebben van waar de wagens komen. Men heeft daar een ganse analyse van gemaakt van over hoeveel auto's dat gaat. En nu zeggen van, hop, we hebben geen gegevens nodig, we gaan maar beslissen. Het was eigenlijk heel raar om op die manier te werk te gaan. En anderzijds, voor de andere kant van het station, de kant die al grotendeels betalend is, daar ga je ook een parkeerzone of een parking eigenlijk voor bewoners openstellen. Dat zal misschien wel negatieve invloed hebben voor uw handelaars. Hè. Nu weten mensen die zaterdag komen winkelen dat ze aan de brandweerkazerne dat ze daar parkeerplaats hebben. Dat zou wel een keer ganz anders kunnen uitdraaien als je dat dit invoert. Maar ja, jullie nemen keuzes en voor de Bevenhemstraat, zelf ga ik er ook door geïmpacteerd worden. Ik parkeer mij ook wel regelmatig hier in die zone. Begrijp ik dat? Begrijp ik dat doet? En is dat ook een van de voorstellen die in die parkeerstudie van 2013 staat? Hè? Dus ik vind het heel raar dat jullie zeggen van, goh, we hebben gewoon ons gezond verstand gespeeld, maar je hebt wel een keer niet in de archieven gekeken. Ik vind dat iets heel vreemds. Ja, nog een korte reactie. Ik wil gewoon nog meedelen dat effectief, bijvoorbeeld op de middenstandsraad, is
de herintekening, of het betalen blijven, maar het toevoegen van, bewonerskaarten op de parking van de Nijverheidsstraat bijvoorbeeld, is dat op de laatste middenstandsraad vermeld geweest. En is ook opgenomen in het verslag. Dat is nog niet gepubliceerd, dat komt eraan. Maar dat is, ik bedoel, en er is ook niemand van de middenstand daar op die vergadering daar tegenin gegaan. Hè. Ik bedoel, in wezen verandert het in het centrum heel weinig aan betalend parkeren. Hè. Het gaat dan enkel over de parking van de Nijverheidsstraat, waar dat er iets, een addendum aankomt met de bewonerskaarten. Dus daar, wij hoeven dat helemaal niet te brengen, omdat we dat er nooit gaan doorkrijgen. De middenstand heeft hier helemaal niet slecht op gereageerd dat er een hertekening komt. En in alle contacten die er geweest zijn met bijvoorbeeld, in mijn geval dan specifiek over de buurtparticipatietrajecten die er geweest zijn met tientallen inwoners van Bevegem, is dat een suggestie die vanuit Bevegem ook enorm naar voren kwam. Hè? Want dat is een vraag die ook bij de Bevegemse buren al zeer lang leeft. Van wat gaat er gebeuren als die parking van de NNBS betalend wordt? Het gaat dan toch op zijn minst blauwe zone worden in Bevegem. Dat is een vraag die pertinent leeft, die al veel langer gekend is dan vandaag. Dus alsjeblieft, kom ons nu niet vertellen dat we niet luisteren naar Middenveld of naar inwoners. Hè. Ja, oké, we gaan daarover stemmen. Nog twee zaken. Dus die studie van 2013, ja, dat is natuurlijk een studie die voor een stuk achterhaald is door de realiteit. Ten tweede, wat Bevegem betreft, Peter, is het inderdaad zo dat op het ogenblik dat we daaraan gewerkt hebben, dat inderdaad acuter was. Daar waren concrete plannen. Van de NNBS hebben we verder geen informatie gekregen, ook als we naar vragen. Die plannen zijn blijkbaar ook niet duidelijk. Vandaar ook dat beleid is dat we wat voorbereid hebben, maar dat we goed begrijpen dat nu niet echt nodig is om dat in te voeren. Maar van zodra dit goedgekeurd is en we weten van de plannen van de NNBS, kunnen we dat snel schakelen. En zoals Brecht terecht zegt, en ook in het overleg met de mensen uit de Welzijnstraat, kan ik u verzekeren dat de eerste vraag is, wanneer wordt er die blauwe zone ingevoerd en wanneer gaan we een bewonerskaart krijgen en eventueel een tweede bewonerskaart. Dus inderdaad, geen grote studie, maar toch wat wij opvangen, denk dat eraan tegemoet komt. Oké, is voldoende nu. We gaan erover stemmen. Over het punt 14, dus het politiereglement op het zonaal parkeren in het centrum. Stemming met handopsteking. Wie is voor? Wie onthoudt zich? En wie is tegen? Eén tegenstander. Oké. Dankjewel. Ja, we gaan stemmen over het punt 15. Over het parkeren in de niet-blauwe zone. Wie stemt voor? Ja, oké. Wie onthoudt zich? Ja. En wie stemt tegen? Eén tegenstand. Oké, dankjewel. Punt 16, dat is het retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone. Wie stemt voor? Ja, wie onthoudt zich? En wie stemt tegen? Zal de stemming. Oké, dankjewel. Punt 17, aanvullend politiereglement op het verkeer, het aanbrengen van hele onderbroken markeringen in de Neerhofstraat. Schepen, Cynthia. Ja, het is nogal vrij duidelijk waarom dat daar gele strepen op de stoepranden zullen geschilderd worden. Dat is voor de veiligheid bij het in- en uitrijden van de parking Collegium. En ik vraag of dat jullie dit kunnen instemmen. Zijn daar vragen over? Geen vragen, dan gaan we daarover stemmen. Wie stemt voor? Unaniem, oké, dankjewel. Punt 18, aanvullend politiereglement
voor het omvormen van het huidige zebrapad aan het Koninklijk Atheneum, Cynthia van der Steen. We hebben op de Heldenlaan vorig jaar al een eerste regenboogzebrapad aangebracht. En we dachten dat dat naar 17 mei toe een mooi gegeven zou zijn mocht er een tweede zebrapad bijkomen. Sorry, het gaat niet meer om te articuleren. En dit ter hoogte van het kas, gezien de Meerlaan een grote invalsweg is en dat dat dan zeer gezien zal zijn. Zijn daar vragen rond? Ja, zijn daar vragen? Heidi en Sven. Een zeer mooi punt natuurlijk, dat wij uiteraard zullen steunen, maar twee zijvraagjes daarbij. Als je de stroom van leerlingen bekijkt die van het station zich naar het kas begeeft, zijn er nog twee gevaarlijke punten waar dat er veel leerlingen de straat oversteken. Dus een pleidooi voor bijkomende zebrapaden aan het Montmartrepleintje. Dus als je van de Kolfmakerstraat, denk ik dat noemt, zo naar het Montmartrepleintje loopt, zou je daar eigenlijk twee bijkomende zebrapaden, dat zijn geen grote, kunnen schilderen. Is dat een optie? En dan de tweede vraag is eigenlijk, in een ver verleden, december 2017, hebben wij een pleidooi gehouden voor een 3D-zebrapad. En dat was nu juist toevallig op de plaats waar dan nu het regenboog-zebrapad zal komen. Toen was eigenlijk de opmerking van de betrokken schepen van ja, ik weet niet of dat 3D-zebrapad, of dat wel wettelijk kan. Maar ondertussen zijn de zaken natuurlijk geëvolueerd en heb je op verschillende plaatsen 3D-zebrapaden. Hoe sta je daar tegenover? Ja, Sven. Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar hebben we zelf ook het punt aangebracht van de regenboog-zebrapaden. En hadden we dan ook al gezegd toen dat het in buurt van scholen ook wel ideaal zou geweest zijn omwille van eigenlijk de betekenis van het regenboog-zebrapad. Het deed mij langs de ene kant wel zeer toen ik deze week op Facebook allerlei commentaren zag ten behoeve van ons regenboog-zebrapad. Dan denk ik wel eens dat het nodig is om dit nog eens extra in de verf te zetten. En wat daar eigenlijk wel de bedoeling van is. Van kleins af aan mee te geven dat iedereen gelijk is. Hoe je zich gedraagt, wie of wat je bent, dat doet het er niet toe. Maar als ik de commentaren zie, dan hebben we hier jammer genoeg in Zottegem nog wel een beetje werk aan de winkel. Ik vind het alleszins als plaats veel beter als het huidige regenboog-zebrapad, die er nu toch wel een beetje belabberd bij ligt, jammer genoeg. Oké, dank u, burgemeester. Maar, ja, ik had hierbij nog een kleine mededeling vraag naar jullie toe. Dus 17 mei, de dag van de holibi en transfobie. Wij zouden dan opnieuw de vlag hijsen aan de sanitary. En ik zou willen voorstellen dat iedereen van elke fractie daarbij aanwezig is. En dat één iemand van elke fractie naar daar zou komen, omdat we samen dan symbolisch die vlag kunnen hijsen. En welke datum is dat? 17 mei. 17 mei, ja. Peter en Jana, je hebt ook nog een vraag. Ja. Jana, doe maar zo. Al bedankt, Peter. Ik had eigenlijk mijn hand in de lucht gestoken omdat ik mij wil aansluiten bij Sven over wat hij zei betreffende de boodschap natuurlijk van het zebrapad. Want wij kennen de boodschap, maar dat is niet bij iedereen gekend en het kan ook geen kwaad om dat telkens opnieuw onder de aandacht te brengen. En ik wil ook de burgemeester bedanken voor het voorstel dat zij zo net gedaan heeft. Maar neemt niet weg dat er nog altijd nog meer beleid in initiatieven mogen komen ten voordele van de LGBTI+ groep. Maar bedankt. Peter, ja. Ja, dank u, voorzitter. Ja, van mij mogen alle zebrapaden regenboog-zebrapaden worden. Ik heb daar geen enkel probleem mee, hoe meer hoe liever. Ik had een vraagje. Ik zag op Facebook dat er een politieman uit Zottegem gereageerd had met de vraag op dat die, als we dat zomaar maken, dat die verkeerstechnisch, als daar een ongeval op gebeurt, of dat in orde is. Dat in orde is als zebrapad.
Nu, ik weet niet of dat ooit al gevraagd is of nagekeken is, of dat in orde is als zebrapad. Het is morgen politieraad, anders moet die vraag morgen op de politieraad staan. Maar ik veronderstel dat dat geen probleem is, want ik denk dat vroeger waren dat ook de gele lijn. Ja, maar ik ben ook van de gele lijn. Oké, dank u. Ik weet niet, misschien Matthias, misschien weet hij dat, of dat er daar... Ik weet dat dat in het verleden, want wij zijn er absoluut niet de eerste mee, hè. Er zijn verschillende plaatsen in Vlaanderen, dat daar al discussies over geweest zijn en dat ondertussen uitgeklaard is dat dat geen probleem is. Want het heeft iets te maken met hoe dat er omschreven staat in de wet of in het decreet of zo, dat het afwisselend wit en dan staat het niet gepreciseerd wat het moet zijn of zoiets. En een kleur. Ja. Er moet eigenlijk een ruimte zijn tussen de witte strepen en die ruimte tussen de witte strepen mag een andere kleur hebben. Eén ding op hetgeen dat Sven zei, want je opmerking is natuurlijk zeer terecht, maar we mogen ons echt niet laten leiden door dergelijke negatieve reacties op Facebook. Als we daar ons beleid gaan op afstemmen, dan gaan we nog heel lang niet in positieve zin, maar zeker ook niet in negatieve zin. Dus ik denk dat je die dingen beter negeert. Sommige mensen gaan altijd wel een reden vinden om tegen te zijn, te klagen, te zagen, te neuten en te kneuten, maar als we ons daardoor al te veel laten beïnvloeden, moedeloos worden, cynisch worden. Dat zou ik u de goede raad geven om je daar vooral niet te veel van aan te trekken. Met de beste bedoelingen. Ja, oké, dank u. Cynthia? Ik zie, voorzitter, dat Sven nog een vraag heeft en dan zal ik antwoorden. Oké, Sven. Dank u, voorzitter. Merci, Matthias. Ik voel er bij alleszins niet toe aangesproken. Maar ik wou het wel een beetje weer onder ons brengen om de betekenis daarvan. En ook zoals de collega van de vooruitfractie, Jana, daar ook haar hart en ziel aan hangt. Hè, en onze collega's van Groen en wij allemaal eigenlijk. Wil ik ook wel nog onze burgemeester bedanken dat ze ons allemaal uitnodigt voor die dag, 17 mei. En dat eigenlijk wel een heel belangrijk signaal is. Dat wij ook alle kleuren in onze gemeenteraad daarvoor staan. Dank u wel, Evelien. Dat is rond 11:30, 12 uur. Het uur is 12 uur. 17 mei om 12 uur. Aan de sanitari. Oké. Cynthia, Eddy. Ik heb nog geen antwoord gehoord op de bijkomende zebrapaden en de 3D. Ah, ja, maar Cynthia gaat nu een antwoord geven. Ik ging nu antwoorden, Heidi. Ik zou eerst wel een antwoord geven op Peter zijn opmerking. Peter, je hebt gevraagd of dat hij wel... Matthias is ook al tussengekomen, maar artikel 3 in het besluit is de uitvoering zal gebeuren door het agentschap wegen en verkeer. Dan veronderstel ik dat wij volledig in de regel zijn en dat daar geen vragen meer om moeten gesteld worden. Sorry. Heidi, wat betreft, ik ga mij daar nog niet over uitspreken, maar ik ga zeker en vast uw vragen meenemen in de mate van het mogelijke om dus extra zebrapaden aan te brengen. En die 3D-paden, zebrapaden, ik wil dat ook bekijken en ik zal u dan een antwoord bezorgen. Oké, Peter, laatste vraag. Op die eerste vraag, Heidi, is het antwoord nee. Wegen en verkeer hebben gezegd, heb je recht op één zebrapad op een gewestweg. En we moesten de keuze maken. Dus ik spreek in die plaats. Maar het was geen vraag voor een regenboogzebrapad. Ik vroeg gewoon voor twee. Gewoon zebrapad. Gewoon een functionele. Ja, voor de veiligheid, omdat ik ook weet dat dat een vraag van de school is. Ja, dat is al die vraag voor de collectie. Dank u wel. Ja. Oké, is dat voldoende? Geen vragen meer? Dan kunnen we erover stemmen. Wie stemt voor? Wie onthoudt zich? En, is de Bastien er nu? Ja, dat ook. Dat kan ik niet zien. Oké, dankjewel. Punt 19. Dat punt wordt verdaagd. Ja. Het punt wordt verdaagd, maar de schepen zal uitleg geven. Kort woordje van uitleg. Wij hebben het financieel plan ontvangen. Vrijdag, laatst leen 18:24 of zoiets, ik wil er nu vanaf zijn.
Ja, dat leek ons. We hebben het vandaag nog doorgestuurd, dus iedereen heeft het al kunnen inkijken, maar het leek ons weinig netjes, of hoe moet ik het zeggen, om dat nu nog te behandelen. Twee, wij hebben ook een brief gekregen van de VMSW, waarin zij toch wel een aantal bemerkingen maken over de constructie die men in de zone, tot wie wij behoren, aan het maken is. En we willen toch die bemerkingen te gronden een keer bekijken en ook de reactie van de huisvestingsmaatschappij daarop bekijken. Dus vandaar leek het ons beter om dit dossier terug te trekken en dan te agenderen 16 mei volgende gemeenteraad. Oké, dank u. Ja, Kurt. Ah, ja, we moeten een keer kijken. Ja. Welke bijlage is het? Oké, dank u. Dan gaan we over tot de bijkomende punten. Bijkomend punt 1, aanvullend punt 1 van de Groenfractie. Onbekend is onbemind. Alsjeblieft, Ben. Dank u wel, voorzitter. Een aantal bouwaanvraagdossiers van de laatste tijd die leggen een zwakke schakel bloot in ons Zottegems stedenbouwkundig beleid. De pastorie van Sint Maria Oudenhoven, Villa Rozengaard op de Meerlaan, Villa Floreal op de Bukken, Topschoken in de Eelenen. Allemaal zijn dat eigenlijk wel bijzondere architecturale panden die de identiteit bepalen van onze dorpen en de stad. In Sint Maria Oudenhoven hebben de buurtbewoners echt een strijd moeten leveren om die fantastische pastorietuin daar te vrijwaren en een groot appartement in dat idyllisch stukje van de dorpskern te weren. En in Eelenen moesten we een maand geleden vaststellen dat ons pittoreske dorpsschootje wordt gesloopt voor twee woningen onder plat dak. De stad motiveert haar vergunning dat de sloop zelf beter zou zijn dan behoud van het schootje. In Leuwerhem, op de Bukken, Villa Floreal, ooit een impressionante woning van een Zottegemse textielbaron, dat staat nu al jaren leeg en weg te kwijnen. En hetzelfde met Villa Rozengaard, daar is momenteel een sloopvergunning voor verleend, die is dan ingetrokken. En nu loopt er een openbaar onderzoek voor bijna 60 appartementen op die, in die tuin neer te gaan zetten. Die villa gaat eigenlijk gesandwiched worden door grote bouwblokken, die bijna 70 meter diep gaan op dat tuinperceel. En ja, ook bijzondere bomen in onze stad, die zien soms af. Ze worden niet alleen vergiftigd, dat is echt, daar kunnen we de stad niets voor verwijten natuurlijk, daar zitten jullie voor niks tussen. Maar bijvoorbeeld die bruine beuk in Strijpen, daar is eigenlijk een verkabeling toegestaan en er wordt eigenlijk nu onder die een boom gebouwd. En ja, het is een kwestie van jaren dat die boom eigenlijk gaat sterven. Want één ding, daar kunnen beuken niet tegen, dat is dat je een wortelgestel aantast. Het verspringt hier, dus ik moet even weer zoeken waar ik zat. Excuseren. Ik ben terug, ja. Volgens de Groenfractie wordt het heel hoog tijd dat Zottegem er verantwoordelijkheid opneemt en zelf werk maakt van herinventarisatie. Inventaris van bouwkundig erfgoed, daar waar onze stedenbouwkundigen zich op richten, dat is een werkstuk van 75 tot 77. En dat heel veel mensen die hier zitten eigenlijk nog niet geboren waren toen. Toen was er eigenlijk over heel veel historische architectuur nog geen oog. En daarom wil ik hier aan de stad, meer bijzonder aan het college, vragen of dat wij van plan zijn om ons bouwkundig erfgoed opnieuw te gaan inventariseren. Zo ja, wat is de timing ervoor? Welk personeel zit van de stad of vereniging gaat dit project trekken? Zo nee, wat is hiervoor de motivatie? En eigenlijk hetzelfde voor de houtige beplanting en de inventaris daarvan. We hebben wel zo'n inventaris, maar die zou toch ook wel kunnen uitgebreid worden. En is daar een timing voor opgesteld? Zijn er verenigingen die zich daarvoor vakant verklaard hebben om daaraan te werken? En zo niet, wat is de motivatie om zo geen inventaris op te maken? Ik
Oké, dank u. Schepen, aan u het woord. Ja, dank u wel voor de vraag, Ben. Eerst en vooral moet ik wel even zeggen dat ik met het epistel dat je net voorgelezen hebt, dat ik niet helemaal akkoord ben, maar dat zal u waarschijnlijk niet verbazen, met alle zaken die je daarin vertelt. Maar bon, het zou ons te ver leiden om die hier vandaag allemaal te gaan weerleggen. Bij deze het antwoord op uw vraag. Wat is de timing voor de inventarisatie van de op datum brengen van ons bouwkundig erfgoed? Dat is volop opgestart. Daar is, vorige zomer is daar een persoon die via Solva is aangesteld, speciaal daarvoor op pad geweest en heeft een aantal zaken bekeken. En dat heeft geresulteerd voor onze stad voor 234 items, zoals dat heet, vast te stellen. En 17 items die eerder daarop stonden te schrappen. Om verschillende redenen, dat die al gesloopt zijn of al zodanig verpieterd zijn of verbouwd zijn, dat die inderdaad geen architecturale waarde meer hebben. Wat is daarmee gebeurd? Dat zit momenteel in openbaar onderzoek. En het verwondert mij daarom ook een beetje, Ben, dat jij die vraag stelt, want dat is het agentschap onroerend erfgoed die dat voor heel Oost-Vlaanderen momenteel in openbaar onderzoek doet. Dat openbaar onderzoek dat wordt gepubliceerd op de website van de stad. En er is ook een affiche die op Sanitari daarvoor uithangt. En dat onderzoek loopt van 1 april tot 30 mei. Wat is de bedoeling? Dat moet gaan resulteren uiteraard in een uiteindelijk, en nu moet ik even in mijn papieren rommelen om de juiste datum te zien, maar dat moet resulteren in een vaststellingsbesluit tegen mei 2023. Dus dat is de timing daarvoor. Ja, de motivatie waarom we het niet doen, moet ik u natuurlijk niet geven, want we doen het wel. Wat de huidige beplanting betreft, ga ik moeten kijken naar mijn collega Leen Goossens. Wat betreft het huidige erfgoed, ja, vind ik dat ook een heel mooi en nobel initiatief. En ja, principieel sta ik daar wel achter. Alleen heb ik wel een beetje het probleem dat wij in Zottegem beperkt zijn qua mogelijkheden en middelen. En dat wij als bestuur prioriteiten moeten leggen. En ik heb dat vandaag ook nog kort besproken met de medewerkers. En het is niet zo evident om daar ook nog een keer mensen voor tijd en ruimte voor vrij te maken. Omdat, ja, op korte termijn op te nemen. Dus ik vind het al moeilijk om hieromtrent grote beloftes te doen als ik niet zeker weet dat ik die kan waarmaken. Maar we gaan het nog een keer verder bekijken. Oké, ja, Ben. Ja, Evert, die 234 items die ze gaan vaststellen, dat is de inventaris van 77. Hè. Dat is geen herinventarisatie, dat is gewoon kijken wat er nog recht staat van die heel oude inventarisatie. Het gaat erover van al die andere waardevolle panden, om die te gaan onderzoeken in onze straten. Dat was eigenlijk de vraag. En niet de vraag van wat doen we met die inventaris van 77. Ja, die wordt vastgelegd en al diegenen die afgebroken zijn, worden eruit geschrapt. Dus hij wordt wat kleiner. Maar met andere woorden, van die missingen, zoals een pastorie van Sint-Marie-Oudenheuvel die er niet in staat, of van die fantastisch mooie Art Deco-villa's die er niet in staan, dat gaat daar dus niet meer rechtgezet worden. Dus dat is jammer om vast te stellen dat de stad dat niet gaat doen. Rond die inventaris van houtige beplanting, die vraag komt niet uit niets. Ik had horen waaien dat het regionale landschap aan zo'n actie ging beginnen rond herinventarisatie. En dat zij ook al bij verschillende gemeentes zijn langs geweest om dat voor te stellen. En nu lijkt alsof dat de gemeente daar totaal geen aanzet toe gekregen heeft. Het kan zijn dat jullie daar nog niet over besproken zijn, maar ik dacht toch dat dat iets was dat in de pipeline zat om zoiets te beginnen in de schoot van het regionaal landschap. Link. Ja, als dat zo is, Ben, dan zullen we daar zeker en vast verder bekijken. Want als zij ons kunnen ontzorgen en een deel van het werk in ons plaats kunnen doen, dan hangt dan natuurlijk nog altijd af welke financiële middelen dat er daar tegenover moeten staan. Maar dan opent dat natuurlijk wel meer perspectief als we dat via hen zouden kunnen doen. Dus ik ga uw suggestie meenemen en laten bekijken door de collega's van de Milieudienst. Ja, Evert, heb jij nog iets aan toe te voegen? Oké, dank u. Dan gaan we over naar het tweede aanvullend punt van de Groenfractie, een plek voor verenigingsleven en deelgemeenten Elende. Wel, en behoud. Ja.
Ja, ik ga nog een keer aan mijn epistel beginnen. Maar hij is een beetje korter dan de vorige. We moesten vaststellen dat de gemeente de vergunning had verleend voor de sloop van het dorpsschootje. Een schootje dat jarenlang gebruikt is door het verenigingsleven. Dat was al heel lang uit dienst. In de pers liet Schepen de Smet zich bevallen dat dat gebouw totaal geen architecturale kwaliteit heeft. Dat wel iets vreemd is voor zo'n vroeg 20-stevens gebouwtje. Dat zo'n mooi metselwerk heeft, schoon uitgewerkte ramen, rode en witte baksteentjes. Allee, heel verzorgd gebouwtje, maar het heeft geen architecturale waarde. En verder stond er ook nog in die vergunning dat de twee nieuwe nieuwbouwen onder plat dak beter zouden passen. En dat zo'n dorpsschool die haak staat op de bouwlijn, dat dat toch iets vreemd is in dat straatweefsel. Terwijl dat ouder is dan alle andere bebouwing die er rond staat. Iets heel raar. Dus met die sloopvergunning gaat volgens ons het karakter en identiteit van ons mooi dorp verder verloren. En dat de stad zegt dat ze niet wil investeren in dat gebouw als echt gemeentelijk ontmoetingscentrum. En tot vandaag betaalt ze eigenlijk elektriciteit en verwarming. Daar kan ik nog in komen. Dat je voor zo'n heel kleine deelgemeente niet wil investeren in zo'n CC. Maar dat je het laat afbreken, dat vind ik wel een heel vreemd. Hè? Want het zijn heel veel van die schootjes die leeg zijn gekomen de afgelopen decennia. Hè? Zelf in Velzeek is er een voorbeeldje van zo'n school die gedeeltelijk herbestemd is als woning. En hier wordt het gesloopt. Dat is heel jammer voor ons dorp. En de stad heeft als eerste de keuze gekregen om het gebouw te kopen. Hè? Volgens de persartikel zou dat gebouw, de aankoop en de renovatie van dat gebouw al rap 1 miljoen euro kosten. En volgens onze mening verkeert dat gebouwtje toch in een tamelijk goede toestand en niet zoals in Bijsloven of de Trapstraat, waar de duiven al lang in wonen en in Bijsloven zelf, waar dat ze al niet meer in zitten omdat het zodanig lekt. Terwijl dat schootje van Bevegem tot over een paar maanden, een half jaar, nog gebruikt wordt. En in hetzelfde artikel heb je ook nog gemeld dat de kerk van Elen op korte termijn voor lokale verenigingen ter beschikking zou gesteld worden voor evenementen. Dat zijn allemaal heel wat nieuwtjes voor mij en daarom daar nog de bijkomende vragen. Voor dat dorpsschootje zelf, zijn jullie nog altijd van het standpunt dat dorpsschootje geen architecturale waarde heeft? En kunnen jullie dat een keer uitleggen aan mij? Kunt je ook die kostprijsberekening aan de gemeenteraadsleden uiteenzetten, hoe dat je met van aankoopprijs plus die herstellingen aan een bedrag van 1 miljoen euro zou komen? En ook wie dat de raming opgemaakt heeft voor dat bedrag. En over de kerk van Elenen, wat is de timing voor de openstelling voor lokale verenigingen? Is er al een overeenkomst gemaakt tussen de stad en de kerkelijke overheid, lokaal en bisdom? En welke budgetten maakt de stad vrij om het gebouw te gaan herbestemmen en geschikt te maken voor zijn nieuwe functie? Ja. Oké, dankjewel. Peter, jij had daar ook nog een vraag over? Evert. Ja. Ik weet niet of jij al regelmatig in dat schooltje binnen geweest bent. Ik heb er vroeger met David Sos heel vaak geweest. En dat is in een zeer triestige staat. Een zeer triestige staat. En wat ik wil zeggen, als het stad alles moet opkopen en herstellen wat oud is, dan, omdat er wat schoon metselwerk is, ja, dan gaan we nog deel rode financiën tegemoet. Dat is echt een krot. Een krot. Oké, Evert, aan u het woord. De vraag was, blijft het college bij het standpunt dat de dorpsschool geen architecturale kwaliteit heeft? Het antwoord daarop is ja, en de motivatie is de volgende. Dat is nu eenmaal het advies dat wij van onze stedenbouwkundige ambtenaar ook gekregen hebben. Dus niet dat wij als college, ook al hebben we heel veel gezond verstand, dat uit onze vinger gezogen hebben. En ik lees letterlijk voor. De bestaande voormalige schoolgebouwen hebben reeds geruime tijd hun oorspronkelijke functie verloren, zijn verouderd en niet beschermd. Ze hebben geen bijzondere architecturale waarde. Dus dat is een motivatie waarop wij ons als college steunen. Wij luisteren naar de bevoegde stedenbouwkundige ambtenaar die daar een advies in geeft dat wij in deze gevolgd hebben.
kostprijsberekening, ja, voor eventuele aankoop en herstellingen. Dat is natuurlijk niet evident om zomaar te doen. Hè. Wij hebben de kans gekregen van de eigenaar om het aan dezelfde kostprijs als hij het kon verkopen aan de uiteindelijke persoon die daar een ontwikkeling zal in doen en die woningen daar wil bouwen, om dat te kopen. Hè. Je kunt u wel voorstellen, Ben, dat dat niet gaat over de kostprijs van 100.000 euro. Dat is etelijke honderdduizenden euro's. Hè. Ik moet natuurlijk hier, dat gaat over een transactie tussen twee privépersonen. Ik moet dat bedrag hier in een openbare zitting beginnen op tafel gooien. Maar je kunt u wel voorstellen dat een aanzienlijk bedrag is. Zoals Peter terecht opmerkt, is dat inderdaad een verouderd gebouw. Als wij dat aankopen en zouden willen als ontmoetingscentrum instellen en doen gebruiken, dan heeft dat heel wat zaken nodig. Hè. Dan zou bijvoorbeeld het dak zou moeten aangepakt worden. En ik kan u verzekeren, een dak aanpakken, dat is enorm duur. Hè. Isolatie, dergelijke meer, een nieuw dak opleggen, dat kost, iedereen die alles verbouwt, weet wel hoeveel dat kost. Hè. Daarnaast zit ook met ramen, die niet altijd even conform zijn en dergelijke meer. Plus, intern, als je dat wilt als ontmoetingscentrum inrichten, dan gaan we daar moeten een keuken installeren, dan gaan we moeten een tapinstallatie doen. Allee, je moet daar veel meer doen dan zomaar enkele kleine schilderwerken of dergelijke meer. Ik geef grif toe, dat bedrag richting de 1 miljoen is wat natte vingerwerk geweest van mij. Ik ben gevraagd door een journalist om te reageren op een persbericht van Groen. Dat is niet evident om daar op dat moment een kostprijsberekening uit uw mouw te schudden. Maar dat is uiteraard wel besproken geweest met onze eigen ambtenaren, onze mensen die wel degelijk, als het gaat over de renovatie van onze eigen ontmoetingscentrum, daar expertise in hebben en wel weten wat ongeveer grofweg die kostprijs daarvan is. En dan over de kerk van Elenen. Het verondert mij een beetje, Ben, dat je zegt van ja, vanaf wanneer gaat dat kunnen? Als ik me niet vergis, is er een vereniging waar je zelf in participeert, die zelf ook al gebruik heeft gemaakt van die kerk van Elenen. En dat is inderdaad iets dat perfect bespreekbaar is met de deken en met de kerkelijke overheid en met de kerkraad daar. Dat is ook iets dat op dit moment aan de gang is. Hè. Ik kan u vandaag niet zeggen, is er al een overeenkomst? Nee. Maar dat zijn zaken die besproken worden uiteraard met die mensen die verantwoordelijk zijn voor dat gebouw. En ik veronderstel dat Schepenleen Goossens, die daar bevoegd voor is, daar inderdaad ook de gesprekken verder mee zal opvolgen. Oké, is dat voldoende, Ben? Ja, ik zou toch nog een keer willen tussenkomen op die prijs. Hè. Als je zelf zegt van het is natte vingerwerk, dan zou het beter zijn dat je onthoudt hè, op zo'n bedrag. Pak nu dat in die grond 250.000 euro zou komen, hè, de grond van de grondprijs. Hè. Dat gebouw is 180 vierkante meter groot. Hè. Je zou er 750.000 euro aan geven voor een gebouw van 180 vierkante meter. Dat is een vierkante meterprijs van meer dan 4.000 euro. Allee, kom, daar leg je bladgoud en daar leg je een ingelegde parquet voor. Hè. Dus dat is heel raar. Toch wel. Het is nu eenmaal mijn job. Laten we wel weten. Kom maar. Ben aan u het woord, ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is nu eenmaal mijn job. Dus 4.000 euro de vierkante meter. Oké, het is een beleidskeuze om daar geen ontmoetingscentrum te bouwen. Maar je had er toch van alles kunnen aan dat daar te behouden. Maar had er van alles kunnen aan doen om het gebouwtje zelf wel te redden. Hè. Daar zijn genoeg voorbeelden van in het Vlaamse land dat heel makkelijk herbestemd kan worden tot woning als jullie dat zelf niet hadden willen doen. En voor die kerk van Elenen, er zijn daar al evenementen georganiseerd, dat is waar. Maar als je het wil openstellen voor een vereniging, dan heb je daar publiek toilet nodig, dan heb je daar een kitchenet nodig, dan heb je daar allerlei van die zaken nodig. En dus daarom ook nog een keer over die kostprijs. Heeft de stad, die blijkbaar een beleidskeuze gemaakt heeft om de kerk dan te gaan openstellen, die jullie eigendom is, om daar een budget tegenover te stellen om dat open te stellen en gebruiksklaar te maken? Peter. Er is één ding wat je vergeet in uw ganse uiteenzetting. Wij zijn geen eigenaar van dat gebouw. Hè. En je doet alsof de stad daar te kiezen heeft om daarmee te doen wat ze wil. Dat is eigendom van iemand die dat vroeger
De moeder van de eigenaar die was zeer soepel naar de verenigingen toe. Maar de nieuwe eigenaar die is zeer, laten we zeggen, meer gericht op opbrengsten van eigendommen. En als die man ervoor kiest om dat te verkopen, dan doet hij dat. En hij laat de markt spelen. Hè? En de prijs die geciteerd is nog te laag. Hè? Dus als we dat hadden moeten betalen voor dat krot, dan moet je niet alleen alles afbreken, strippen tot en met, moet je ook een parking aanleggen. En dan heb je nog een klein ontmoetingscentrum dat helemaal gevrongen zit tussen de woningen. En wij doen niet wat dat we willen. Hè? Het is onze eigendom niet. Hè? Ik heb met die man jaren terug een gesprek gehad. Hè? Met de vraag of we dat niet konden kopen. Hè? Dat was ja tot wanneer dat je vraagt hoeveel moet dat kosten. En dan wordt daar een prijs opgezet die duurder is dan de klassieke bouwgrond in een klein dorp gelijk als Helene. Dus vergis u niet, hè. Dat is de grond van het probleem. Hè. Niet de stad, hè. Het is de eigenaar, hè, die zoveel mogelijk geld wil maken. Ja, Evert. Kurt. Ja. Kort. Ja, het is, in de vorige legislatuur is er ook al een paar keer naar boven gekomen. En het was inderdaad zijn mama, hè, die altijd wou dat dat gratis ter beschikking werd gesteld. Voor de vrouwenvereniging. Allee, dus, het is inderdaad een eigendom die van stad, dus we hebben er zelf geen beslissingsrecht over. Maar allee, ik wil toch een pleidooi houden om ervoor te zorgen dat er wel voldoende gezocht wordt ook naar een alternatief. Er wordt, de kerk wordt vermeld, maar dat heeft ook zijn beperking, ook niet altijd even toegankelijk. Dus Helene is een levendig dorpje, dus het zou goed zijn mocht er daar een alternatief ook worden geboden. Want hey, in de jaren 80 heeft de toenmalige coalitie er heel sterk op ingezet om in zoveel mogelijk deelgemeenten ontmoetingscentra uit de grond te stampen om dat verenigingsleven te faciliteren, om ervoor te zorgen dat die sociale cohesie groter en groter wordt. Dus het zou goed zijn met het verdwijnen van dat schoolken. Er gebeuren er nu wel een aantal zaken in, ook al is het ons eigendom niet, dat er daar wel degelijk ook wordt gezocht naar een alternatief om het Elense verenigingsleven te ondersteunen. Ja, hey, ik ben heel blij, Kurt, dat zegt, ik wil me daar volledig bij aansluiten trouwens. Het is natuurlijk zo dat er momenteel dat er ook een bouwproject bezig is, dat een natuurmilieu-educatief centrum, waar ook enkele mogelijkheden gaan zijn. Dat is ook niet zo gek ver van Elene, dat is nu eenmaal de andere kant van de Elenestraat. En er zijn effectief mogelijkheden om af en toe eens de kerk te gaan gebruiken. Had ik liever gehad dat er een mogelijkheid was om een ontmoetingscentrum in Elene te hebben, die onze eigendom is en die perfect uitgebouwd is voor de vereniging daar. Uiteraard. Zeer zeker, maar alles heeft natuurlijk een kostprijs, zoals Peter terecht heeft aangeduid daarnet. Allee, kan het niet de bedoeling zijn dat wij honderdduizenden, ik ga mijn raming misschien niet herhalen, maar allee, het gaat over heel veel geld, hè, Ben. Laten we daar eerlijk over, dat nu 800.000 euro is of een miljoen, allee, dat is heel pak geld. Hè, die eigenlijk niet te verantwoorden is voor op die locatie, terwijl dat er andere mogelijkheden zijn die niet zo heel ver af zijn om zo een grote kostprijs te gaan betalen. Daar gaat het over. Oké, okay, nog laatste vraag, de laatste tussenkomst. Ja, want het is eigenlijk een vraag die ik al gesteld heb. Hè. Dus of dat de stad budgetten vrijmaakt voor die openstelling van de kerk beter te maken, of dat zou moeten afdruipen, zoals dat. Voor Oombergen zijn er gelden vrijgemaakt, maar voor Elene weet ik van niks. En momenteel kun je daar een vergadering organiseren, maar voor de rest weinig. Oké. Okay. Dankjewel. Ja. Geen budgetten? Gaan we er nog op reageren? Op dit moment zijn er geen budgetten voor mij. Voilà. Ja, voilà. Punt afgesloten. We komen aan aanvullend punt 4. Groenfractie, vervuiling, PFOS en PFAS. Eddy. Beste voorzitter, ik denk dat je het puntje overgeslagen hebt. Ah ja, inderdaad. Punt 3. De intrekking, verkavelingsaanvraag, Kantaard, CITE. Ja, dat is nog een keer eentje voor mij. We moeten zo af en toe een keer wisselen, Heidi, onze vraag. De buurtbewoners hebben van de verkavelaar op de Kantaardsite vorige week een brief gekregen dat de verkavelingsaanvraag ingetrokken wordt. En dat ze een nieuwe verkavelingsaanvraag gaan indienen die meer rekening houdt met hun opmerkingen. We hadden in het verleden er al een paar keer op gewezen dat we die verkaveling een beetje te veel doorsnee vinden voor eigenlijk de toplocatie dat is. En dus willen we eigenlijk graag een beetje uitleg van de schepen
van ja, op welke manier gaat die verkaveling worden bijgestuurd. En jullie zullen daar ongetwijfeld meer informatie van hebben dan de buurtbewoners. En anderzijds ook, zijn jullie van plan om die verkavelingsvergunning voor de GKRO, de hopelijk snel nieuw samengestelde GKRO, ter advies voor te leggen. Ik denk dat de verkavelaar ingezien heeft dat de huidige verkaveling er niet gaat komen. Er zaten daar wel heel wat haken en ogen aan, die ik nu niet allemaal weer ga opsommen. Maar ik wil graag een beetje over die twee vragen uitleg van Evert. Ja, Schiep en Evert. Ja, ik weet niet wat de inhoud is van de brief die jij aanhaalt. Ik heb die zelf niet gezien, voor alle duidelijkheid. Ja, kijk, ik lees hier dat de verkavelaar een brief zou gestuurd hebben naar de buurt. Ik heb die zelf niet ontvangen. Hè. Dus ik kan daar ook geen uitspraak over doen. Wat ik wel weet, en ik heb het vandaag expliciet nog eens laten checken, is dat die procedure voor die verkavelingsvergunning in beroep, want dat zit nu in beroepsprocedure, dat die nog altijd lopende is. Dus op vandaag is er geen teruggetrokken procedure in beroep van die verkaveling. Dus ik kan u ook zeer weinig zeggen over welke aanpassingen dat de verkavelaar wil doen in een nieuwe aanvraag. Als er op dit moment nog een lopende procedure is in beroep, wij hebben, het is aan de stad om daar te gepaste tijden advies in te verlenen in die beroepsprocedure. Het is aan de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om daar een beslissing in te nemen. Wat wel kan, ik zeg het, het is een vraag ook voor mij, want ik ben bevoegd schepen ruimtelijke ordening, maar het zit in beroepsprocedure, dus het is niet meer in mijn handen, het dossier. Het zit bij de provincie op dit moment. Wat wel kan, is dat de verkavelaar op basis van een aantal opmerkingen tijdens de procedure nog een aantal wijzigingen doorvoert. Dat zou kunnen. Ik weet niet of dat zo is, omdat dat nu eenmaal niet bij mij toekomt op dit moment. Hè. Dus ik kan alleen maar dat vaststellen wat ik u nu vermeld heb. Moest het zo zijn, stel dat het teruggetrokken wordt en dat er een nieuwe aanvraag komt, dan zijn wij uiteraard bereid om dat aan de GKRO voor te leggen. Want dat is ook een van de vragen die je gesteld hebt. Ja, Ben. Dank u wel voor het antwoord. Een beetje verrassend natuurlijk, hè, dat ik van buurtbewoners een brief toegestuurd krijg, en dat de schepen zelf niet op de hoogte is van... We gaan ervan uit dat het een echte brief is. Het was mooi samengesteld. En de juiste adressen stonden erop en telefoonnummers stonden erop. Ik zal hem u bezorgen. Maar het ging wel degelijk over een intrekking van de huidige verkavelingsvergunning. En dan gaat ervan uit dat er voorbesprekingen zijn met de gemeente om nodige aanpassingen te maken. Ik zal hem u bezorgen. Kort antwoord, dank u wel. Dank u. Dan het volgende punt. Vervuiling, PFOS en PFAS. Eddy. Dank u wel. Enkele gemeenteraden terug hadden we het over dat onderwerp van de vervuiling. En de schepen is toen moedig geweest, want ze heeft een hele lijst voorgelezen met moeilijke terminologie van de vervuiling die zich situeert op de voormalige site van de kantaardfabriek. Zowel het grondwater als het vaste deel van de aarde is daar verontreinigd. De vraag is of er al een timing is met betrekking tot de sanering van de site. Het vervolg van de vraag breidt daar eigenlijk op voort. Een alerte burger wees mij op een artikel dat verschenen is in de Standaard. Waarin een aantal straten opgesomd werden waar dat er vervuiling mogelijk was. Potentiële risicolocaties worden op die kaart weergegeven. Men maakt daar onderscheid in die locaties. Men spreekt dan over regret en no regret maatregelen. No regret maatregelen zijn voorzichtigheidsmaatregelen die worden aanbevolen rond een problematiek waar dat er nog geen volledige wetenschappelijke kennis aanwezig is. Men spreekt dan ook over rode, gele en groene zones. Voor zover dat ik het kaartje heb bekeken en dat ik het goed interpreteer, denk ik dat er in Zottegem sprake is van drie groene zones met waar dat de no-regret maatregelen zijn afgeschaft. Maar bijzonder vond ik wel, als ik het kaartje bekeek, dat er toch een zeer groot terrein is op de site van Bevegem-Grotenbergen, ter hoogte van de Bevegemse vijvers. En dat verbaast mij enigszins. Is er meer informatie beschikbaar met betrekking tot het in kaart brengen van deze locatie?
Waarom is die opgenomen en welke vervuiling heeft daar ooit plaatsgevonden? Waarom vinden wij dat nu zo bijzonder? Omdat dat toch een vrije tijdzone is waar heel veel kinderen spelen en daarom graag een woordje uitleg. Dank u wel. Ja, dank u, Schepelin. Ja, de sanering van de site Contact zal starten zodra dat de sloopwerken daar afgerond zijn. Dus ja, maar dat specifieke timing heb ik ook niet op dit moment. Ik kan er nog een keer extra achter vragen, maar op dit moment heb ik geen exacte datum. Wat de PFOS en de PFAS-vervuilingen betreft, inderdaad, de site van de Bevenhemse vijver staat ingekleurd in, als mogelijk PFAS-vervuilend, of ik weet niet hoe dat ik het per se moet om uitdrukken. Het is eerder uit voorzichtigheidsprincipe dat die site aangeduid geweest is. De verschillende steden en gemeenten zijn bevraagd geweest, ook de brandweerzones, en er is door de brandweer aangegeven geweest dat daar in het verleden, meer dan 10 jaar geleden, oefeningen plaatsgevonden hebben met dat vervuilend schuim. De exacte locatie kon niet meer worden aangeduid door de betrokkenen. Dus men heeft de volledige site, vandaar dat dat zo groot ingekleurd is, heeft men de volledige site ingekleurd. Ze doen dat eigenlijk uit voorzichtigheidsprincipe en we kunnen dat denk ik alleen maar beamen dat ze beter het zekere voor het onzekere nemen. En er zijn dus ook op die site stalen genomen. De resultaten van die stalen hebben we nog niet binnengekregen. Dus momenteel heb ik eigenlijk nog niet meer info. Het is meer dan 10 jaar geleden. We vermoeden, we gaan er alleen, dat waarschijnlijk, dat is ook zeer weinig. Het is niet te vergelijken met een bedrijf zoals 3M, dat daar dagelijks PFAS uitgestoten heeft. Dus laat ons hopen dat die resultaten positief zijn, maar ik kan er nu dus nog geen uitspraken over doen. En ik zal u tegelijkertijd misschien ook de stand van zaken geven van die 2 andere sites. Dat is enerzijds aan de Meengracht en anderzijds in de Nijverheidsstraat. Daar zijn ook bijkomende analyses gebeurd. Die analyses zijn al binnen, maar die moeten nu nog geanalyseerd worden door een bodemdeskundige. Er is nog geen specifiek advies over dat topic ook binnengekomen. Dus je mag ons regelmatig naar de stand van zaken doen, dat is hier vragen. Dank u wel. Peter? Ja. Ik herinner me dat er daar oefeningen waren, maar dat is toch, die oefeningen zijn toch gebeurd op de asfalt, dus ik weet niet wat zij daar van staal namen kunnen doen. Er is mij gezegd geweest dat er ook een oefening zou geweest zijn op dat stuk waar dat de paarden hebben en vroeger doorgingen. Dus daar moet er ook ooit een keer een oefening geweest zijn waar dat ze misschien van dat schuim gebruikt hebben. Dus vandaar eigenlijk dat ook dus op de festivalweide, als ik het goed begrepen heb, dat de staalnames gebeurd zijn. Ja, oké. Okay. Ben, laatste vraagje. Ja, zo maar een klein vraagje. Weet je wanneer dat die stalen precies genomen zijn? Want bijvoorbeeld in Oudenaar, door de brandweerkazerne, hebben ze die eind december genomen. Maanden en een half later stonden daar al plakkaatjes dat je daar niet, tussen de planten mocht spelen en zo. Ik zeg niet dat hier, we hopen allemaal dat het hier niet zo erg is op Bevenhemse vijvers natuurlijk. Maar het zou wel interessant zijn om daar wat druk achter te zetten dat we van die no-regret maatregelen geen regret krijgen, hè, want bij mijn weten zijn die nog niet gecommuniceerd in Zottegem. De no-regret-maatregelen zijn via een brief aan een aantal omwonenden gecommuniceerd. De site van de, van de Nijverheidsstraat, die resultaten zijn binnengekomen 31 maart. Maar dat is dus alleen nog maar die analyse. Dat is een Excel-tabel met een heleboel cijfers waar dat als leek. We kunnen dat onmogelijk analyseren. Bij ons zelfs zijn er mensen naar gekeken, maar ze zeggen, je moet eigenlijk echt een bodemdeskundige zijn om daar zaken kunnen uit op te maken. En dus dat gaat dus, alleen van zodra dat OVAM dat vrij heeft, want dat gaat eerst naar OVAM, vooraleer dat wij dat krijgen, dan wilde dat onmiddellijk, of op de gemeenteraad via de mededelingen of zo bezorgen als we dat binnenkrijgen. Denk dat het sowieso interessant is om erover te communiceren als je die gegevens hebt. Positief of negatief? En ik denk die van de Meengracht, dat die iets vroeger binnen waren, dat dat eind februari of zo was. Oké, dank u. Het volgende bijkomend punt. Vooruit, fractie Smeerspot. Kurt. Nee, ben ik voorzitter. Ah, Louis. De Smeerspot. De Smeerspot of Smeerspot? Nee,
De zomer komt wat dichterbij weer, de zon schijnt wat meer. Iedereen heeft graag een kleurken, maar het is ook belangrijk om voor onze huid zorg te dragen. En in verschillende steden, Hasselt, Deinzen en Kortrijk zijn de laatste tijd ook al mee het nieuws gekomen, werden daarvoor zogenaamde smotpalen, geen smeerspots, maar smotpalen voorzien, waar mensen gratis eigenlijk zonnecrème kunnen tappen in een terminal, zoals dat we gebruiken voor onze handen te ontsmetten, welke sensibiliserend zijn makkelijk op te zetten en worden wel geapprecieerd door bezoekers van een centrum, van een stadscentrum of van een park in de zomermaanden. Dus vandaar dat ik me vroeg of de stad daar ook plannen voor heeft om te investeren in initiatieven die gratis zonnecrème of zonnecrème in het algemeen ter beschikking stellen tijdens de zomermaanden. Oké, okay, ja. Wie gaat er daarop antwoorden van de schepenen? Burgemeester? Janne? Ah, ja. Ja, dank u voorzitter. Louis, bedankt voor de vraag. Op dit moment zijn er geen plannen of ideeën om, of intenties om zo'n dergelijke smeerspot, hoe noem je dat? Smotpaal. Ja, smotpaal. Ik heb het net genoteerd te gaan installeren in onze stad. We hebben wel prijs gevraagd. We hebben de prijs gevraagd naar aanleiding van jullie, van uw vraag. En dat kost bij benadering €7.500 voor 3 maanden voor 3 palen. En persoonlijk vinden we dat vrij veel geld. Allee, alles is relatief natuurlijk in de orde grootte van een budget, maar het lijkt toch niet de meest verstandige uitgave. In de zin, kunt u de vraag toch stellen of steden, lokale besturen tot taak hebben om alles te voorzien? Moet een lokaal bestuur altijd en overal alles willen voorzien? Ik denk dat er toch wel meer resultaat kan worden bereikt door mensen bewust te maken van de noodzaak om zonnecrème aan te brengen. Maar allee, wij vinden het op dit moment toch niet onze taak om dergelijke palen te gaan plaatsen. Zeker als we een keer gekeken hebben naar de kostprijs van die dingen. Ik denk dat we niet alles moeten afschuiven op de overheid, maar dat sensibilisering wel onze rol is. En dat gaan we ook inderdaad doen. We gaan in het volgende stedelijk infoblad, en dat is net op het moment dat de echt warme maanden eraan komen, hopelijk, toch wel een artikel schrijven om mensen bewust te maken van warme dagen en wat ze dan best doen. En dat is vooral dan oog hebben voor mensen die zwakker zijn, voor kinderen, voor ouderen, chronisch zieken, voldoende drinken, voldoende water drinken, voldoende verkoeling opzoeken, eventueel ook insmeren. Ons eigen personeel geven wij ook de mogelijkheid om zonnecrème aan te brengen als het warme dagen zijn. Dus dat is de beschikking van mensen die buiten werken. En zo zijn er nogal wat op onze diensten. En wij hebben ook een warmteactieplan in het woonzorgcentrum Egmond, waarbij wij beschrijven wat we moeten doen voor bewoners te beschermen als het zeer warm wordt. En dat gaat over water, activiteiten, verkoelende activiteiten aanbieden, voorzien van zonnecrème, zonnehoed. Dat maakt deel uit van ons kwaliteitshandboek dat wij daar gebruiken. Dus dat zijn een aantal acties die we wel doen, maar de smotpalen gaan we op dit moment niet installeren. Oké, okay, dankjewel Louis. Ja. Ja, bedankt voor jullie antwoord. Oké. Ik denk dat dat inderdaad, de prijs is relatief. We zien als overheid verschillende zaken. Hè. Dat je misschien zou zeggen van, niet meteen een kerntaak. Er staan ook sigarettenpalen enzovoort in het stadcentrum. Het is een beetje een keuze ook, denk ik. Een bijkomende vraag. Heb prijs gevraagd voor die palen? Dat zijn dan, als ik de prijs hoor, neem ik aan ook wel zo van die palen waar dat dan een UV-code op staat enzovoort. Dat lijkt me misschien wel een iets duurder segment. Is er niks goedkoper dat je daarin kunt vinden, bijvoorbeeld? Brecht kan misschien een woordje uitleggen aan. Ja, we hebben als benchmark even contact genomen met de steden die dat voorstel zijn voorgegaan. En dan heb je twee prijsformules. De heel basic, waarbij dat je als stad dan nog een keer je eigen mensen moet in gaan zetten om die tanks te gaan refillen. En dat is dan €1.500 goedkoper dan die €7.500. En dan degene die dan een beetje uitstraling hebben met het logo van de stad op en een beetje gepersonaliseerd en met een service fee bij, dan zitten ze aan €7.500. Dus het is gewoon een kwestie van inderdaad een
prijsafweging in deze. Ik wil er wel nog even bijzeggen dat ook, niet alleen in het infoblad, maar we zullen dat ook in de stedelijke nieuwsbrief per e-mail en ook op de social media kanalen die er heel binnenkort aankomen. Oké, vrij merci. Nog juist kort, zou ik ook daar een paar documenten van kunnen ontvangen, bijvoorbeeld offertes of zo, ben er wel in geïnteresseerd. Dus mogen ze mij zeker terug doorsturen. Ja. Merci. Voldoende. Oké, dan het volgende punt van de Vooruit-fractie. 1 euro maaltijden op school voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Kurt, dat is voor u, denk ik. Ja, merci, Paul. Naar schatting, een kwart van de kinderen die zit met honger op schoolbanken. Dat is natuurlijk dan in die zin moeilijk om attent te zijn, om op te letten. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de schoolresultaten van die kinderen. Want een gezonde maaltijd is cruciaal om uw dag door te komen, maar ook om goed te kunnen op te letten. Vandaar het systeem dat bestaat van 1 euro maaltijd en dat wij voorstellen om dat uit te rollen ook in Zottegem. Het is zo dat dan aan kinderen uit kwetsbare gezinnen op die manier goedkoop en warm en gezond kunnen eten op school. Zo zijn ze toch zeker dat ze 1 warme en degelijke maaltijd per dag hebben. Vaak stellen we vast ook, dus de lege brooddozen, dat een groter en groter probleem wordt. Kinderen die met een lege brooddoos op school verschijnen, ofwel met wat restjes in, van pizza of fastfood, of zelfs zonder brooddoos verschijnen. Vandaar dat een aantal armoedeorganisaties aan school en de alarmbel trekken. Er heerst nog altijd taboe rond dat. Sommige scholen zelfs ontkennen, of directies ontkennen dat. Maar het is een groeiend probleem. Dus we zijn er voorstander van dat alle kinderen die degelijke maaltijd hebben, zodanig dat ze zeker 1 keer per dag die voedzame hap kunnen krijgen. Het is al van toepassing in een aantal andere gemeenten waar het OCMW het voortouw neemt, samen met de scholen. Vandaar de vraag, is het stadsbestuur van Zottegem bereid om het concept van 1 euro maaltijden uit te rollen naar basis- en secundaire scholen in Zottegem? En we hebben ook een voorstel daarbij dat we willen ter stemming voorleggen van dus dat stadsbestuur een bevraging doet bij de verschillende Zottegemse scholen en via de gezinnen die cliënt zijn bij het OCMW om te peilen naar de behoefte van 1 euro maaltijden. Oké, dank u wel. Schepen-Janne. Ja, dank u, voorzitter. Ja, Kurt, ik denk dat dit thema niemand van ons onberoerd laat. Allee, het zou toch niet mogen dat dit bij iemand zomaar passeert. Ik denk dat dat iedereen wel bezighoudt en toch iedereen wel bekommert. Iedereen wel gevoelig is voor de problematiek van kinderen die eventueel met honger naar school zouden gaan. Dus op dat vlak denk ik dat we moeten kijken, moeten onderzoeken en willen onderzoeken wat haalbaar is. Schepen Lieselot heeft het voorstel al laten agenderen op het eerstkomende flankerend onderwijsoverleg om effectief na te gaan wat de problematiek is, hoe scholen daar zelf mee omgaan. Want we weten uiteraard dat een aantal leerkrachten, directies daar zelf proactief rond werken en toch ook wel de kinderen kennen die uit een bepaalde doelgroep komen en die, waarvan dat ze weten dat er wel problemen zijn en daar actief zelf een beleid rond voeren. Dus dat onderzoek gaan we zeker voeren, dat zullen we doen, dat zal Schepen erover met het onderwijsveld opnemen. Op zich is het natuurlijk wel een voorstel dat een bepaalde financiële consequentie heeft en we moeten eerlijk zijn, het is niet gebudgeteerd, dus we gaan dat, als we dat zouden doen, als daar effectief de noodzaak blijkt of de wens blijkt of als we vinden dat we daar absoluut moeten op inzetten, zullen we daar ook de nodige middelen moeten tegenover zetten. En het is uiteraard een recurrente kost die oploopt omdat het een dagelijkse uitgave is. Er zijn ook een aantal acties die we zelf al doen, maar misschien moet ik daar niet te lang op stilstaan. Ik denk dat we een aantal acties zelf al hebben uitgerold. Kinderen die cliënt zijn bij het sociaal huis kunnen een tegemoetkoming krijgen voor hun kinderen wanneer de ouders over onvoldoende financiële middelen beschikken. We moedigen ook kinderen aan om een maaltijd, of ouders aan om een maaltijdpas aan te vragen, waardoor ze voor 1,5 euro een warme maaltijd kunnen krijgen in een sociaal restaurant. Enfin, er zijn nog een aantal acties, maar het voorstel dat u doet, verdient in ieder geval een verdere bespreking, onderzoek
via het onderwijsveld. Ja. Dank u, Kurt. Merci voor het antwoord, Jenne. Dus als gezegd, ja, het wordt sowieso naar het scholenoverleg gebracht, hoe dat ze ermee omgaan. Dat is goed, hè, om te kijken. Maar ik weet ook uit ervaring, het rust altijd een taboe op. Hè. Soms bij directies van scholen, maar soms ook bij die kinderen die dat erachter weg te steken. Dus hoe dat ze ermee omgaan is één ding, maar het weet zou ook goed zijn dat er tegelijkertijd gevraagd wordt om een bevraging te doen zowel de scholen naar hun behoeften, maar ook via de OCMW-cliënten, want je noemt daar de voorstellen of die initiatieven op die al genomen zijn in het verleden, rond die, dat sociaal restaurant, rond aan tafel 1, 2, 3 in samenwerking met de Colruyt. Maar dan moeten ze al zelf proactief naar het OCMW stappen om dat te doen. En soms heerst ook die schaamte daar, dat ze niet direct ervan op ingaan, om te zeggen, ja, we gaan naar het sociaal restaurant, dus het zou goed zijn. In school worden er toch maaltijden aangeboden, dat op die manier daar ook gebeurt, dat ze mee kunnen eten met al de rest, maar dat er een aparte financiële regeling is. Dus vandaar het voorstel dat we doen van, leg dat ook voor aan de school, maar ook via het OCMW aan de gezin, of dat er daar behoefte aan is. Het is zo dat dat in een aantal gemeenten al uitgerold is. Ik denk aan Oudenaarde in Antwerpen, doen ze dat ook in Wellen, maar daar hebben ze een ander systeem. Daar bieden ze gratis soep aan alle kinderen, wat ook wel goed is. Maar het is goed dat er op die manier wordt mee omgegaan. Want waarom is dat zo belangrijk, hè, dat er echt op kinderen wordt gewerkt? Omdat die eerste levensjaren dat die, heel belangrijk zijn. Dus als je mensen moet, die al één, door warme en gezonde maaltijden en evenwichtige maaltijden aan te bieden elke dag, krijg je ook een betere gezondheid. Allee, onderschat dat niet wat dat doet als dat niet het geval is. Hè. Als je dat niet hebt als je dat niet dagelijks hebt. Dus hoe meer dat je investeert in die eerste levensjaren van kinderen, van jonge kinderen, spaart je samenleving enorm veel uit voor de rest van hun leven. Dus als je daarin investeert, spaart dat enorm veel uit voor de rest van hun leven. Bij manier van spreken, als je moet later dan, een keer dat ze 20, 30, 40 zijn, maatschappelijk werkers gaan aanstellen om ze uit, of medische kosten die ze hebben, omwille van een minder goede gezondheid, gaat dat de samenleving in zijn globaliteit, niet enkel de Zottegemse samenleving, maar de samenleving in zijn globaliteit veel meer kosten dan dat je echt investeert in die kinderen op jonge leeftijd. Dus doet dat. Ik had er hier nog een voorbeeld bijgeschreven. Ik weet dat er in een school initiatieven zijn, dat ze zeggen, ja, we zien hier bij die kinderen dat er opnieuw niks in de brooddoos zit, of dat ze niks, zelfs geen brooddoos mee hebben. Weten, we zullen rap bij een bakker gaan, we zullen daar een brood kopen met wat beleg, en we zullen een dag geven. Dat is natuurlijk geen evenwichtige en gezonde maaltijd. Hè. Vandaar ons pleidooi om dat te doen, en ik herhaal nog een keer om ook die bevraging te doen. Ja. Nog een reactie? Oké. Okay. Ja, die bevraging gebeurt allee, met het... rond het vlak op het flankeerend onderwijs. Zeker. Voldoende, Kurt. Ja, oké, dankjewel. Dan zijn we aan het einde gekomen van de gemeenteraad. Ik wil nog juist een mededeling doen. De volgende gemeenteraad zal vermoedelijk de korpschef hier aanwezig zijn om een toelichting te geven over de werking van de politie.